systeem geavanceerd. En, wat voor opleiding doe je hiervoor? Hoe lang duurt die? Ik heb maritiem officier gedaan, HBO, ja? In Vlissingen op de zeebaardschool. En die duurde 4 jaar. Dus waarvan je 1 jaar ben je aan het varen voor je stages. Ja. Met 2 keer een periode van 5 maanden. Ja. En 3 jaar heb je les. En dan loop je stage op een klein schip? Of? Het verschilt. Het ligt er eigenlijk net aan waar je solliciteert. We moeten zelf solliciteren voor onze opleiding. Ik heb dan 1 stage bij Wagenborg gelopen, General Cargo. En mijn eindstage, mijn afstudeerstage heb ik gelopen bij de 100 Meerkelein. Aan de hand daarvan ook een baan aangeboden gekregen. Ja, dus tof. Vaak zie je dat op de zeebaardschool, de plek waar je je 2e stage doet, is vaak de plek waar de mensen aan het werk zijn. Dus heel gericht, dan moet je dan kiezen waar je stage wil lopen. Zeker. En dan nu tijdens je baan ga je groeien? Ja, langzaam maar zeker. Steeds meer strepen dus, verdienen en dat is het toch? Bij ons, wij zitten wel vast aan bepaalde criteria. We hebben zogenaamd een license, noemen we dat. Momenteel heb ik een officer of the watch unlimited. Dus ik mag officier van de wacht zijn. Hij heeft zijn master's license. Dat krijg ik pas als ik 36 maanden op zee ben geweest. Daar zit verder geen examen meer aan vast, wel een cursus nog. Maar zo upgraden wij onze license eigenlijk. Eerst krijg ik mijn chief mate's license. Dat is na 12 maanden op zee. En dan na 36 maanden mijn master. En dan zou ik in principe op papier zou kapitein komen worden. Dat duurt nog altijd langer. Een lange weg te gaan. Ja, zeker. Maar bijvoorbeeld op kleinere schepen zal je zien dat iemand soms na 5 jaar al een kapitein is op een klein schip. En dat hangt wel vanaf of hij zijn lijstjes heeft of niet. Mooi, wat voor shift rij jij? Hoe lang mag jij maximaal op de brug zijn? We hebben wel een MLC, noemen we dat, Maritime Labor Convention. Yeah. Daar staat wel beschreven onze bepaalde rustperiodes, werktijden, rusturen. Yeah. Wij volgen wachtschema's en momenteel loop ik van 4 tot 7 in de middag loop ik wacht en van 8 tot 4 doe ik safety aan boord. Dus dan loop ik rond in die grijze pakken en dan vandaag was de checklist voorbereiden voor de lifeboats, life jackets uitdelen, bepaalde safety checks doen, dat kan alles zijn. En naarmate het schip ook wat ouder wordt, doe je bij safety ook heel veel onderhoud van draden, waterdichte deuren. Grote metalen deuren die we in de zijkant van de hul hebben, shell doors noemen we die, of side doors. Daar doen we ook het onderhoud van. Dus het is heel divers het beroep en dat maakt het ook wel mooi. Ja, geloof ik wel. Houd je aandacht er in ieder geval wel bij, dan dat is wel het leuke eraan. Jij ook 2 maanden op, 2 maanden af, zoiets? Nee, ik doe 4 maanden op, 2 maanden af. En als je een senior officer wordt, dan mag je 3 maanden op, 3 maanden af. Dus, hoe oud ben je als president? Ik ben nu 26. Hoe combineert zich dat met een privéleven? Combineert dat zich lastig soms. Ik zou liegen als het niet zo was. Je hebt altijd wel momenten dat er een feestje is of een speciale gelegenheid dat je er graag bij had willen zijn. Maar aan de andere kant, het geeft ook een hoop vrijheid. Ja. Want als ik van het schip afstap, dan ben ik ook echt 2 maanden vrij. Ja. Dus dan kan ik ook alles doen wat ik wil. Ik kan reizen, ik kan... ergens anders naartoe gaan of als er iets gepland is, hoef ik me nooit zorgen te maken dat ik de volgende dag naar werk moet. Ja. Ik sta nooit in de file. Hooguit een paar schepen voor me, dus voor mij kost het 5 minuten om naar mijn werk te gaan, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus dat scheelt ook wel tijd natuurlijk. Maar ik zelf vind het goed en we hebben ook hoop privileges. Wij mogen bijvoorbeeld onze partner mee aan boord nemen. Ligt er wel aan of je partner dat kan of daartoe gewillig is, maar voor de hele 4 maanden bij wijze van spreken of voor een stukje meevaren? Ik geloof als het je officiële partner is, dus als je getrouwd bent, dan is het 6 maanden per jaar. Ja, ja. Maar nagaan dat een senior officer 6 maanden aan boord is per jaar, is dus eigenlijk...